Welkom op Wandelen over Begraafplaatsen. In een aantal filmpjes wil ik je meenemen over een aantal dode akkers. Wandel je met me mee? In deze film ontmoeten we Mooi An, die jonge mannen het water inlokte waar ze verdronken. We lopen deze keer over de begraafplaats aan de Reinoldstraat in Velp, met een verrassend aantal mooie monumenten, maar we gaan eerst terug in de tijd. Het kerkhof van de hervormde Oude Jan werd gebruikt als algemene begraafplaats en ook katholieken vonden er dus hun plekje. Aan het begin van de 19e eeuw dreigden er problemen. Velp kreeg steeds meer inwoners en in 1836 werd daarom deze begraafplaats in gebruik genomen. Het was een symmetrische dodenakker van 4300 vierkante meter. Er was ruimte voor bijna 900 graven en er waren 14 grafkelders gemaakt langs de binnenrand van het rondeel. De eerste beheerder werd Gerrit Blokhuis. Zijn graf is nog steeds te vinden. In de loop der jaren waren een aantal uitbreidingen noodzakelijk. Maar na de begrafenis in 1984 van Dirk Sesink werd de begraafplaats gesloten. De stichting Oude Begraafplaats Velp probeert tegenwoordig de begraafplaats in stand te houden. Het groen wordt onderhouden, er is veel door vrijwilligers gerenoveerd, maar er moet nog veel gerestaureerd worden. Er wordt druk gezocht naar aanvullende fondsen, maar er kan inmiddels al op bepaalde plekken weer begraven worden. In 2013 is het schijndode huisje uit 1874 gerestaureerd. En 2 jaar later werd de helft ingericht als columbarium. In de andere helft staat nog steeds het oorspronkelijke houten ledikant voor de schijndoden. We gaan wat monumenten bekijken en beginnen met de grafkelders. Op de grafkelder van Spaan, de heer van Bouillon, staat dit rijksmonument. Deze parel van de begraafplaats is circa 1840 gebouwd en heeft een tijdelijk dak in afwachting van restauratie. Johan Frederik Willem, baron van Spaan, was onder andere burgemeester van Arnhem en na de Franse tijd lid van de Tweede en later van de Eerste Kamer. Hij overleed in 1827, zijn echtgenote een jaar daarna. Beiden werden eerst begraven op hun landgoed Beekhuizen, maar later werden ze hierbij gezet. Als je kijkt naar de 3 wapens boven de deur, zie je dat de aangetrouwde families van Hardenbroek en de Tombe hier ook hun laatste rustplaats hebben gevonden. Christiaan Hendrik de Bruin woonde op landgoed Warnsborn bij Arnhem en was directeur van de Nederlandse suikerraffinaderij in Amsterdam. Hij bleef zijn leven lang ongehuwd. Samen met baron Bransen zorgde hij ervoor dat Schaarsbergen een zelfstandige kerkelijke gemeente werd. De grafkelder werd aangekocht in 1844... En achter de steen die de toegangstrap afsluit, zien een staand neoclassicistisch monument. Bovenin zie je knekels, een sikkel en een zandloper. Meester Diederik van Hasselt was advocaat in Arnhem en later griffier en notaris. Van 1826 tot aan zijn dood was hij burgemeester van Rhede. Hij woonde op landgoed Daalhuizen. Hij heeft een heel eenvoudig grafteken met als opschrift VH. Zijn zoon Jacob ligt in hetzelfde graf. Zijn zoon meester Gerard van Hasselt was een aantal jaren burgemeester van Westervoort. Daarna werd hij secretaris van Rhede tot aan zijn overlijden. Hij ligt vlakbij zijn vader begraven, maar de gemeente besloot een natuurstenen obelisk naast de bestaande grafkelder te zetten. Het monument heeft de stormen van voorjaar 2022 niet overleefd. Friedrich Wilhelm baron van Ammon was majoor in het Pruisische leger. Hij woonde aan het eind van zijn leven op Larenstein en waarschijnlijk werd hij daar ook eerst begraven. Later is hij hierbij gezet. Op zijn graf staat een puntig monument met zijn familiewapen. Een paar generaties lang exploiteerde de familie Aveling de Van Lennep's watermolen aan de tegenwoordige Kennedylaan. Er werd graan gemalen, maar ook eikenschors voor hun leerlooierij. Bovendien had de familie een steenfabriek. In dit graf is onder andere Hendrikus Aveling bijgezet.
Hij was jarenlang wethouder van de gemeente Rheden. Cornelis Krielaert was commissaris in Granen in Rotterdam. In zijn vrije tijd schilderde hij landschappen in de romantische stijl. Binnen een smeedijzeren hek staat een obelisk op zijn graf. Binnen het rondeel vinden we ook een aantal zandgraven. Ik wil er drie laten zien. Pieter Hendrik van Gelder was directielid van de papiermakerij van Gelder en Zonen. Zijn tweede echtgenote stichtte het Van Gelder Fonds. Binnen het smeedijzeren hek is een zerk met erachter een staand monument. Bovenop zie je een versiering met een gietijzeren urn. Tammo Henrike Siepkens was politiecommissaris in Den Haag. Op zijn graf zie je twee gekruiste kanonnen. Dominee Arnold Isaac Kan was hervormd predikant in Velp. In zijn tijd kocht de hervormde diaconie Villa Oosterwolde om er een bejaardenhuis te stichten. Op zijn stelen staat een kruis. Zijn kleinzoon Wim Kan werd later bekend als cabaretier. Ik loop nu over de rest van de grafakker om enkele opvallende graven buiten het rondeel te laten zien. Franciscus Johannes Hallo was gasmagnaat en speculant in erfrechten. Zijn neogotische grafstede uit 1876 is een rijksmonument. Het heeft rondboogfriezen en in afwachting van restauratie is er een tijdelijke afdekking gemaakt. Boven de deur is een bordje met grafstede F.J. Hallo. Roelof Jan Spijkervet overleed na een lang ziekbed. Hij werd maar 23 jaar. Zijn ouders lieten deze grafplek inrichten met een afgeknotte zuil op een basement binnen een zwart hek. Moeder Geertje werd hier in 1932 ook begraven. Vader Roelof volgde in 1940. Cornelis Thomassen was een paar keer lid van de gemeenteraad. Op zijn graf kun je lezen dat hij kandidaat in de godgeleerdheid was. Gerrit Willem Nederbracht was schoolhoofd in Velp. Terwijl hij met zijn klas aanwezig was bij de begrafenis van een leerling, kreeg hij een hartstilstand, viel gedeeltelijk in het graf en overleed. Een comité zorgde dat dit monument geplaatst kon worden. Op het monument zie je twee schoolkinderen afgebeeld. Bovenop staat de uil der wijsheid. Karel Johannes Jansen was metselaar. In 1893 overleed zijn moeder Gerritje. Het jaar erop zijn 18-jarige dochter Hendrina en weer een jaar later zijn echtgenote met wie hij bijna 40 jaar was getrouwd. In deze jaren liet Karel deze bijzondere stijlen maken. Je ziet twee omgekeerde fakkels en twee handen die elkaar vasthouden. De stelle wordt bekroond met een gesluierde urn. Dit is een oorlogsgraf voor John Brightson. Hij zat bij de RAF en werd in 1945 neergeschoten met zijn Spitfire. Hij werd maar 23 jaar. Max Prager Lindo was schrijver en zijn verhaal over Mooi Anne van Velp is bekend. Tijdens een wandeling langs kasteel Biljoen ontstond het verhaal over de vrouw die in de vijver van het kasteel verdronk. Sinds die tijd verscheen Mooi Anne op feestjes en lokte ze jonge mannen mee naar de vijver waar ze verdronken. Lindo's vrouw, Johanna Nijhoff, stond model voor Mooi Anne en zij werd in 1900 hier begraven. Lindo zelf was al eerder gestorven. Hij ligt op Oud-Eikenduinen in Den Haag. Wil je meer weten over deze sfeervolle dodenakker? Lees dan het boekje van J. Bakker, Begraven in Velp. Ik zal het leuk vinden als Velpenaren mij een reactie geven. Vanaf 1 september kun je kijken naar het begin van een serie over dodenakkers op Terschelling. Dat was het dan voor deze keer. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dan ben je weer van harte welkom op Wandelen over Begraafplaatsen.